Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag, uitzending 626. We zijn volop bezig in het Boek van de Psalmen. Het is een lang boek zodat we regelmatig meerdere Psalmen in één uitzending bespreken. Helaas lukt het niet altijd om de hele Bijbeltekst te lezen, we raden daarom aan. Om voor of na de uitzending de tijd te nemen om de psalmen die aan bod komen te lezen. Tijdens de vorige uitzending zijn we begonnen met Psalm 61 en lazen we door tot en met 66. Het zijn psalmen waarin we keer op keer lezen dat David zijn rust vindt bij de Heer. Door alle strijd heen ademt er een vertrouwen uit dat het menselijk verstand te boven gaat. Daarom zijn deze psalmen zo mooi om te lezen in tijden dat het moeilijk gaat in het leven. Het vertrouwen van David kan ons aansporen om, net als hij dat deed, alles van God te verwachten. David wilde nergens anders zijn vertrouwen opstellen. Dat was een heel bewuste keuze. Maar nooit werd hij daarin beschaamd door God. En ook nu is God daarin dezelfde: Hij zal een gelovige die op hem vertrouwt, niet alleen laten. In psalm 63 zegt David dat Gods sterke hand nooit loslaat. Kleine kinderen willen vaak maar al te graag zelf stappen. Los van hun ouders. Maar vanaf dat er gevaar dreigt, is niet zo veilig als vasthouden aan de hand van vader. En omgekeerd zullen ouders hun kind bij de hand vasthouden om een gevaarlijke weg over te steken. Zo zorgzaam is de Hemelse Vader ook voor Zijn kinderen. Zijn rechterhand houdt u vast. We gaan nu verder nadenken over deze liefdevolle en machtige God. Psalm 67 is een gebed waarin wordt gevraagd dat Gods zegen zodanig zichtbaar zou worden in het leven van Israël, dat de hele wereld de Heren zou erkennen. De psalm sluit ook af met gebed om de zegen van de Heren, opdat de hele aarde ontzag voor hem zou hebben. Psalm 67 spreekt vooral over de toekomstige zegen. Psalm 67, vers 1. Een psalm, een lied voor de koorleider, bij snarenspel. Het opschrift is duidelijk, maar de auteur wordt niet vermeld. Psalm 67, versen 2 en 3. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op de aarde uw weg kennen, onder alle heidenvolken uw heil. We hebben hier onmiskenbaar te maken met een zinspeling op de zegen van Aaron van Numeri 6. Met de vraag om Gods zegen worden gewoonlijk zaken als vruchtbaarheid, voorspoed en overwinning bedoeld maar hier wordt het universele doel van de aanwezigheid van Gods zegen aangegeven. De dichter verlangt ernaar dat de mensen op aarde Gods wil zullen weten en zijn verlossing zullen kennen. In Numeri 6 lezen we niets over het heil van God dat wereldwijd wordt. In Psalm 67 lezen we dat wel, want de zegen voor Israël moet alle volken brengen tot erkenning van Gods grootheid. Psalm 67 versen 4 tot en met 6. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De nations zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De nations op de aarde zult u leiden. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De Heer bestuurt en leidt de volken op de juiste wijze, zoals God Israël leiding geeft, doet Gij ook met heel de hele wereld. Mogelijk was dat voor de Israëlieten minder zichtbaar, maar niet minder waar. In vers 6 spreekt de dichter opnieuw de wens uit dat alle volken de Heren mogen loven. De vervulling van dit gebed is ook verbonden met de belofte van de Heren aan Abraham in Genesis 12. Langzaam maar zeker gaat het richting de wereldwijde verkondiging van het evangelie. Psalm 67 versen 7 en 8 De aarde heeft haar opbrengst gegeven. God, onze God, zegent ons. God zegent ons en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Psalm 67 gaat uit van de verkiezing van Israël, maar beperkt zich daar niet toe. Want via het verbondsvolk wordt gekeken naar de hele wereld. Het is boeiend te zien hoe de dichter van Psalm 67 de zegen van Aaron uit nummer 6 verwerkt. Terwijl Mozes de woorden uitsluitend toepaste op Israël, betrekt Psalm 67 deze woorden ook op de hele wereld. Daarmee herinnert de Psalm aan de belofte aan Abraham: dat in hem alle volken van de aarde gezegend zullen worden. De voorstelling dat via Israël de hele wereld wordt gezegend, komen we trouwens ook bij profeten uit de periode voor en na de ballingschap tegen. Met deze tekst raken we ook aan de woorden uit het Nieuwe Testament, die het wereldwijde karakter van het werk van Jezus Christus onderstrepen. In hem worden de woorden van Psalm 67 vervuld en wordt de tijdelijke scheiding tussen Joden en niet-Joden, heidenen, opgegeven. We gaan verder met Psalm 68. Deze heeft diverse overeenkomsten met oude teksten. Als het lied van Mirjam en het lied van Deborah. Maar de psalm wordt door veel Bijbeluitleggers gezien als de meest gecompliceerde tekst uit het Bijbelboek. De psalm wordt namelijk gekenmerkt door tekstkritische problemen, door woorden die uitsluitend hier voorkomen en door zinnen die geen relatie lijken te hebben met het geheel. Ook de gedachtegang is soms moeilijk te volgen. In psalm 68 ligt de nadruk op nabijheid van de Heer en zijn zegen. Zoals de Heer zijn zegen wilde schenken op de Sinaï, doet hij dat nu ook in Jeruzalem. De beschrijvingen van zijn overmacht zijn zo indrukwekkend dat David afsluit met een oproep tot wereldwijde lofprijzing. Psalm 68, vers 1. Een psalm, een lied van David, voor de koorleider. De psalm is bestemd voor de koordirigent en staat op naam van David. Een mogelijk aanknopingspunt met het leven van David is de beschrijving in de versen 25 en 26 van het opbrengen van de ark maar het is kenmerkend voor psalm 68 dat er in algemene termen over Gods handelen wordt gesproken en de beschrijvingen niet goed zijn te herleiden tot concrete gebeurtenissen. Anderzijds maakt dat psalm 68 ook gemakkelijker toepasbaar op latere gebeurtenissen in het leven van de Israëlieten. Psalm 68, versen 2 tot en met 4. God staat op. Zijn vijanden worden overal verspreid. Wie hem haten, vluchten voor zijn aangezicht. U verdrijft hen, zoals rook verdreven wordt. Zoals was smelt voor vuur, komen de goddelozen om voor Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen verblijden zich. Zij springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. De psalm begint met een beschrijving waarin de Heer opstaat voor de strijd. De woorden zijn bijna een letterlijke bewerking van het gebed van Mozes uit nummer 10, vers 35. We zien het beeld dat associaties oproept met een oordeel van God over zijn vijanden. Het lijkt erop dat David hier niet uitsluitend spreekt over een gebeurtenis in het verleden. Zijn woorden hebben trekken van het laatste oordeel. De goddelozen kunnen niet bestaan als de Heere verschijnt. Psalm 68, versen 5 tot en met 7. Zing voor God, zing psalmen voor zijn naam. Baan de wegen voor hem die door de vlakten rijdt, want Heere is zijn naam. Spring op van vreude voor zijn aangezicht, vader van de wezen en rechter van de weduwen. Dat is God in zijn heilige woning. Een God die eenzamen in een huisgezin plaatst, die gevangenen uitleidt in voorspoed, maar de opstandigen wonen in een dorland. In deze versen spoort David aan tot lofprijzing en onderbouwt hij zijn oproep met redenen. Hij is de vader van wezen, de beschermer van weduwen. Hij is God die woont in zijn heilig huis. Weduwen en wezen gelden als degenen die van niemand bescherming ontvangen en daarom speciale bescherming van de Heer ontvangen. Tegenover deze groep beschermelingen plaatst David de opstandigen en zegt dat zij zullen leven in een dor en droog land. De heren lijkt op het hoofd van een familie die het voor de zijnen opneemt, want het was zijn taak om ervoor te zorgen dat iedereen beschermd werd. En overtreders werden bestraft. Psalm 68, versen 8 tot en met 11 O God, toen u voor uw volk uittrok, toen u voortschreed door de wildernis, beefde de aarde, ook droop de hemel voor Gods aangezicht. Zelfs deze Sinaï beefde, voor het aangezicht van God, de God van Israël. U hebt zeer milde regen doen druipen, o God. U hebt uw eigendom versterkt, toen het uitgeput raakte. Uw kudde woonde daar. U maakte uw eigendom door uw goedheid gereed, voor de ellendige, o God. Hier wordt een verschijning van de Here beschreven. De komst van de Here werd gekenmerkt door zoveel macht en majesteit, dat deze gepaard ging met indrukwekkende natuurverschijnselen. Net als in vers 6 wordt de Heere benoemd als degene die zich ontfermt over zwakken. Maar hier wordt de uitdrukking betrokken op het weerloze volk Israël. Psalm 68, versen 12 en 13. De Heere gaf stof tot spreken. De boodschapsters van goede tijding vormen een groot leger. De koningen van de legermachten vluchten weg. Zij vluchten weg, maar zij die thuis bleef, deelde de buit uit. Er wordt een vrij abrupte overgang gemaakt van de manier waarop de Heer regen schenkt naar een beschrijving van een door Hem gegeven overwinning. De relatie lijkt in eerste instantie vaag, maar is duidelijker als we beseffen dat er twee belangrijke zaken zijn die het leven van de Israëlieten bepalen: een goede oogst en bescherming tegen vijanden. Vers 12 begint met de opmerking dat de Heer een boodschap geeft, het machtige woord van de Heer, een profetisch woord. De heren gaat een overwinning geven en de buit zal onder de thuisblijvers verdeeld worden. We zullen onze situatie zo moeten voorstellen dat het leger is teruggekeerd en de buit aan de thuisblijvers overhandigt, waarna ze onderling wordt verdeeld. Psalm 68, versen 14 en 15 Al lag u tussen twee rijen ovenstenen, toch zult u schitteren als vleugels van een duif, overtrokken met zilver en zijn veren met bewerkt groen glanzend goud. Toen de Almachtige de Koningen in het land overal verspreide, sneeuwde het op de berg Salmon. Deze verzen zijn moeilijk te begrijpen. Het verband met de andere verzen valt niet goed te leggen. Het meest waarschijnlijke is dat we te maken hebben met een nadere omschrijving van de situatie na de overwinning. Als de machtige God op die plek Koningen uiteendrijft, daalt er sneeuw neer op de Salmon. Mogelijk dat naar een speciale gebeurtenis wordt verwezen, waarbij God tijdens de overwinning op de vijanden ook sneeuw gaf. De berg Salmon lag waarschijnlijk in de buurt van Zichem. Hiermee wordt het wonder van de overwinning verwoord, want in dat gebied valt meestal geen sneeuw. Psalm 68, versen 16 tot en met 19. De berg Basan is een machtige berg. De berg Basan is een berg met vele toppen. Waarom, gebergte, met al uw toppen, kijkt u met afgunst naar deze berg, die God als zijn woning heeft begeerd. Ja, de Heere zal er voor altijd wonen. De strijdwagens van God zijn tweemaal maal 10.000. Ontelbare duizenden. De Heer is bij hen, een Sinaï in heiligheid. U bent opgevaren naar omhoog. U hebt gevangenen weggevoerd. U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook aan opstandigen om bij u te wonen, Heere God. David stelt de berg Baasan als persoon voor en vraagt waarom deze zo jaloers kijkt naar de berg die God uitkoos om er te wonen. Hiermee wordt verwezen naar de berg Sion, de plaats waar het heiligdom zich bevindt en waar de Heer verblijft. Ondanks de geringe grootte van Sion is de berg toch uitverkoren boven Basan. Daarna wordt omschreven hoe de Heer vanuit de Sinaï naar zijn heiligdom in Sion is gegaan. Daarmee wordt antwoord gegeven op de vraag waarom het gebergte van Basan jaloers kijkt naar Sion. Bij de tocht van de Sinaï naar Jeruzalem waren veel wagens van de Heer betrokken duizenden strijdwagens. We lezen over deze hemelse strijders in Deuteronomium 33, vers 2. Dit hemelse leger komt overeen met de wagens die de dienaar van Elisa zag in 2 Koningen 6, versen 16 en 17. In Psalm 68 wordt de zaak zo voorgesteld dat het gebergte van Basan eenzelfde blik op de werkelijkheid heeft als Elisa en zijn dienaar. Daarna zegt David dat de Heer naar de hemel gegaan is en gevangenen heeft meegenomen. De voorstelling is die van een optrekkende overwinnaar. In Efeze 4, vers 8 wordt deze tekst toegepast op de opgestane Heere Jezus Christus, die bij zijn hemelvaart gevangenen meeneemt en daarna geschenken uitteelt. Deze geschenken zijn dan de genadegaven die de Heere Jezus aan de gelovigen geeft. Psalm 68, vers 20 tot en met 24. Gelooft zij de Heere, dag aan dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. Bij de Heere, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. Ja, God zal de kop van zijn vijanden verpletteren, de harige schedel van wie met zijn schuldige wandel doorgaat. De Heere heeft gezegd: Ik breng u terug uit Bazan, ik breng u terug uit de diepten van de zee, opdat u uw voet kunt baden in bloed en de tong van uw honden zijn deel krijgt van de vijanden. In deze verzen wordt opnieuw gesproken over het werk van de Heere. Het wordt duidelijk hoe grondig de Heere de strijd voert. Hij zal iedere tegenstander en daarmee iedereen die schuld op zich heeft geladen van de aarde verwijderen. Hoewel deze versen in de eerste plaats slaan op overwinningen van de Heere in de tijd van David, mogen we ook weten dat de Heere eens alle zondaren en zonden van de wereld zal wegdoen. Psalm 68 versen 25 tot en met 27 O God, zij hebben uw intocht gezien, de intocht van mijn God, mijn Koning, in het heiligdom. De zangers gingen voorop, de snarenspelers daarachter, in het midden de trommelende meisjes. Loof God in de samenkomsten, loof de Heere, u die voortkomt uit de bron van Israël. In deze verzen zegt David tot de Heere dat hij en de mensen de feestelijke optocht ter ere van de Heere hebben gezien. Met het oog op het voorgaande deel kunnen dit de verslagen tegenstanders van God en de Israëlieten zijn, op weg naar Jeruzalem. Het feit dat David hier spreekt over Mijn God en Mijn koning geeft zijn speciale relatie met de Heere aan. De God die in heiligheid afdaalde op de Sinaï en door de tijden heen vijanden verpletterde, is ook degene die David wil leiden en beschermen. Psalm 68, vers 28 Daar is Benjamin, de kleine, die over hen heerste. Daar zijn de vorsten van Juda, hun gezelschap, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali. We hebben in de namen die worden genoemd te maken met de opsomming van twee aparte groepen. Twee zuidelijke stammen en twee uit het hoge noorden. Het hele gebied dat ertussen ligt, is daarmee ingesloten. Psalm 68, versen 29 tot en met 32. Uw God heeft uw kracht aan u geboden. Versterk, o God, wat u aan ons gedaan hebt. Omwille van uw tempel in Jeruzalem zullen koningen u geschenken brengen. Bestraf de wilde dieren in het riet, de horde stieren onder de kalveren van de volken, hem die zich onderwerpt met stukken zilver. Hij heeft de volken uitgestrooid die vreugde vinden in oorlog. Vorstelijke gezanten zullen uit Egypte komen. Kus zal zich gaasten zijn handen naar God uit te strekken. In deze versen roept David de heren op te handelen in overeenstemming met zijn daden in het verleden. Psalm 68, versen 33 tot en met 35. Koninkrijken van de aarde, zing voor God. Zing psalmen voor de heren. Die rijdt door de alloude hemel der hemelen. Zie, hij laat zijn stem klinken, een stem met macht. Geef macht aan God, Zijn majesteit is over Israël, en Zijn macht tot in de wolken. Alle koninkrijken van de aarde worden opgeroepen om voor God te zingen en muziek te maken. Net als Psalm 67 gaat ook Psalm 68 uit van de verkiezing van Israël, maar beperkt zich daar niet toe, want via het verbondsvolk wordt gekeken naar de hele wereld. Psalm 68, vers 36. O God, u bent onzagwekkend vanuit uw heiligdommen. De God van Israël, Hij geeft het volk kracht en sterkte. Gelooft zij God? Een kernpunt in de boodschap van Psalm 68 is de relatie tussen wat God in het verleden heeft gedaan en dat wat Hij in het heden doet. Ook vandaag mogen gelovigen voor ogen houden dat de Heere door de eeuwen heen zijn macht wil en zal openbaren. De verkiezing van de schijnbaar onaanzienlijke berg Sion geeft aan dat God verkiest wat in de ogen van de mensen onaanzienlijk is. Dit geldt nog steeds... En mag een bemoediging zijn voor de gemeente van Jezus Christus. Ondanks het feit dat zij in de ogen van de wereld niet belangrijk is, mag zij toch de plaats zijn waar Gods macht zich openbaart. Deze macht beperkt zich niet tot Israël, maar zal uiteindelijk de hele wereld omvatten. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.